En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem, en hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagogen, genaamd Jairus, en toen deze hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, en hij smeekte hem dringend, zeggende, Mijn dochtertje ligt op haar uiterste, kom toch en leg haar de handen op, dan zal ze behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mee, en een grote schare volgde hem, en ze drongen tegen hem op. En een vrouw die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had en veel doorstaan had van vele dokters, en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel leer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan, want zij zei. Indien ik slechts zijn klederen aan kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op, en ze bemerkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de scharen en zei, Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, Gij ziet dat de schare tegen u opdringt en gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zei tot hem de volle waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen van uw kwaal.